het laatste filmpje van vandaag. We gaan er ook ritme bij de hond en de handler. Dus we hadden straks ritme bij het gooien zonder hond. Nu gaan we naar ritme met de hond. Dit is het moeilijkste gedeelte. Waarom? Omdat de hond is een factor die is niet altijd hetzelfde. Naast de wind en het weer. En jijzelf. Maar de hond is er hier ook eentje van. Het ritme is essentieel om je focus te houden. Dus we gaan beginnen op stand dat alles vast klaar staat. De hond die wacht ook. Je ziet ook dat Buddy onder appel staat. En dat hij dus echt wacht op wat er komen gaat. Zo niet, dan wil ik dat hij ook blijft zitten. Anders kun je niet werken. Hij moet op jou wachten. En op het moment dat het zover is, dan pas gaan we. Dus het wordt bij wedstrijden, als er wordt gezegd, klaar, jury klaar, handler klaar. En het woord go komt, dan pas ga je beginnen. Het is belangrijk dat de hond al niet vooruit is. Ik zal even mijn mouwen opstropen. En je ziet, de hond kan het leien. Hij wacht. Mooi onder appel. Dat is ook training. Jury klaar, handler klaar. Zonder dat het wedstrijd is. We gaan trainen. Om. Ik kijk waar ik heen gooi. Ik zie de hond. Ik haal hem binnen. En met dat hij binnenkomt, kijk ik weer naar mijn focus. Je haalt hem binnen, je kijkt naar je hond en je kijkt naar de focus en je gaat weer. Buddy! En je kijkt weer naar je hond. Je haalt de hond binnen. Je kijkt, focus. En hij gaat weer. Dit is ritme. En dat ritme, dat moet je gaan trainen. Op het moment dat je een storende factor hebt van een hond die niet wil loslaten, die verderop gaat liggen, dan is het weer nog veel te trainen. Dit is rustig. Hier kan je alle tijd gebruiken om je focus te houden en om te gaan kijken van waar wil ik naartoe gooien. Dus zodra de hond binnenkomt, kijk je naar de hond, je ontvangt je frisbee en op het moment dat je hem ontvangt, kijk je eigenlijk al naar je focus. De hond weet wel dat hij om moet, want hij weet het spelletje. Dus voor hem wordt het bekend. Hij gaat om je heen en jij gaat gooien. Je zult die tijd moeten hebben. En dan ga je, als je verder gaat gooien, opletten op je spierbeheersing, waar spanning. Hè? En het uitademen en het komt er allemaal bij. Om. Goed zo, knap hond. Kom maar. Hartstikke braaf. Kom hier. Hij loopt even met de bocht. Ja, knap hond.